Beste wielerliefhebbers, hier is de sportverteller weer met een korte nabeschouwing van een andermaal spraakmakende tweede etappe. En niet echt in positieve zin, want er waren weer meerdere valpartijen. Het grootste slachtoffer was Only, een talentvolle renner van DSM en die kon zijn weg niet meer vervolgen. De etappe werd op 9 kilometer van de meet officieel geneutraliseerd. En op dat moment reed Piccolo vooraan en die neemt de rode trui over van Millet, die door een valpartij op een grote achterstand binnenkwam. De ritzegen was voor Kroon, want die reed op de laatste beklimming weg van een groepje bij een klein peloton en deed dat met verven. Zeer knap dat hij alleen zo voorbleef en een zeer goede overwinning voor hem. Ik hoop dat het morgen in ieder geval beter zal zijn en droger. Volg mij hier voor meer Vuelta nieuws.